hoe het begon? Eigenlijk direct na mijn huwelijk, dat we getrouwd zijn, kreeg ik de eerste klachten. De meest voorkomende klachten, zoals bekend is bij schildklierpatiënten. Alleen wist ik zelf nog niet dat ik schildklierpatiënt was op dat moment. Vermoeidheid, gewichtstoename, maar extreme vermoeidheid. En we noemen het vermoeidheid, maar het is eigenlijk geen echte vermoeidheid. Want het voelt alsof je echt helemaal leeg bent van binnen. Dus ja, dan realiseer je je, er is iets mis. Dan gaan ze zoeken. Ik was eigenlijk te jong, we spreken het over een lange tijd geleden, om niet te verraden hoe oud ik ben. Maar toen waren ze nog niet zo bekend met schildklier bij jonge mensen. Dus ze gingen ook niet meteen daar zoeken. Ze gingen heel veel andere dingen uitsluiten, behalve die schildklier. En dankzij mijn huisarts, die zei, we gaan dit gewoon doen. Ik bedoel, we kunnen niets vinden, dus dit is het enige nog wat overblijft. En toen bleek dat dus volledig uit balans te zijn. Schildklier hypothyreoïdie. Het stellen van de diagnose was voor mij natuurlijk een verademing. We zijn heel lang op zoek geweest naar wat er aan de hand was. Dan geeft dat een rustpunt, maar meteen ook heel veel onrust. Want je weet ook, degene die je uitlegt wat er aan de hand is, wat het kan betekenen, maar wat het ook gaat betekenen. Want je moet op weg naar dat proces waarin je je weer happy gaat voelen. Waarin je normaal dagelijks bestaan kunt uitvoeren de dingen die je wil doen. En dat werd gewoon een lange weg. Dat werd me ook duidelijk verteld. Dus je bent blij en niet blij. Want je weet, ik heb gelukkig niet iets ernstigs waar ik aan dood ga. Of je kan van alles verzinnen. Maar wel ernstig genoeg waar je de rest van je leven mee moet doen. En mee moet zien te handelen. En je staat aan het begin. Dus ga er maar komen om weer die oude vertrouwde meid te worden.